Lammert van Raam. Laat maar eens beginnen bij de belastingaangifte. Wie doet thuis bij u de belastingaangifte? Nou, die doen we samen. Het is elk jaar weer een feest van niet-herkenning. Oké. Okay. Je zou toch zeggen, het is voor ingevuld, kwestie van op ja klikken? Ja, maar zeker sinds ik in de Kamer ben, ben je natuurlijk echt 3, 4, 5, 6 dubbel zo voorzichtig dat je zeker wil weten dat. En dan is het elke keer weer opvallend dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook alweer? En wat, oké, okay, even checken, even dubbel checken. Wel eens een foutje gemaakt? Ja, uiteraard. Ja, zeker, zeker, zeker. En hoe is dat afgelopen? En tot nu toe altijd goed afgelopen. Oké. Okay. Ja, in overleg met de Belastingdienst. Ja. En waar ging dat over? Wat voor fouten bijvoorbeeld? Nou, een van de dingen die bijvoorbeeld, wat weinig mensen weten, is dat bij je vermogen hoort ook de inbreng die je hebt in de VVE. Dat is eigenlijk een post die je over het hoofd ziet. En die hebben we wel over het hoofd gezien. En ook jaren. En in één keer zegt iemand dat gewoon. Er is ook nooit iemand die daar wat van gezegd heeft. En dan denk je, vanaf dat we dat weten, ja, dan moet je dat natuurlijk meenemen. En wat is het lastigste onderdeel, vindt u, van belasting zelf invullen? Nou, dat mijn vrouw en ik weer keer op keer die ervaring hebben, elk jaar weer. Hoe zat het ook alweer? Dus kennelijk hebben we daar een... En daar werkt het geheugen zo dat je het meteen weer vergeet, zodat je het hebt opgeschreven en ingestuurd. Afgelopen jaar speelde natuurlijk de toeslagenaffaire een grote rol. Ja. Daar wordt door eigenlijk alle partijen van gezegd, dat moet anders. Hoe ziet de Partij van de Dieren dat? Nou ja, precies zo. Onze centrale bijdrage in dat debat was dat de omdraaiing van de... Van het rechtsbeginsel dat je onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is, het meest schokkende was. Echt het meest schokkende. En naast natuurlijk ook de hand in eigen boezem steken, dat we als Kamer, als geheel, natuurlijk verantwoordelijk zijn voor die wetgeving. Dat is niet een natuurkracht of een natuurwet. Dat zijn sentimenten, zowel in de samenleving als in de Kamer zelf, die zich vertalen naar een houding die niet past bij wat de Partij voor Dieren uit wil stralen. Moeten de toeslagen worden afgeschaft in de toekomst? Nou, wat wij centraal stellen is dat het moet zo zijn dat als je in Nederland woont en werkt, een fatsoenlijk inkomen hebt, dat je die toeslagen eigenlijk niet nodig zou moeten hebben. Het is natuurlijk heel bijzonder dat kennelijk we het nu zo geregeld hebben dat je met een baan niet je volledige bestaan kan hebben en dat je allerlei toeslagen nodig hebt om dat weer recht te breien. Dus daar zit natuurlijk de kern van het probleem. Maar hoe maken we dat concreet als het gaat om de partij om te zorgen dat die toeslagen dus niet meer nodig zijn? Nou, een van de zaken die wij in het programma hebben staan en al jaren in het programma staan, is dat je het inkomen en wat je overhoudt, en dus dat de WIG veel kleiner moet zijn. Dat betekent belastingverlaging. Dat betekent in ieder geval een belastingverlaging voor de schijf 1. En we zeggen wel een belastingverhoging voor schijf 2. Dat is dus een manier om te zorgen dat mensen meer overhouden door iets minder belasting te betalen. In elk geval het eerste deel van het inkomen. Dat is aan de toeslagenkant. Betekent dus hogere belasting voor die tweede schijf. In cijfers, hoe ziet dat er dan uit? Vanaf welk inkomen, hoeveel procent? Zoals de minister dan zegt, daar kom ik terug in tweede termijn. Oké, okay, daar komen we dan nog op terug. We hebben een verhoging van de eerste schijf en een verlaging van de eerste schijf en een verhoging van de tweede schijf. Ja, en bij welke grens ligt dat ongeveer, die schijven voor de partij? Zoals we nu ongeveer liggen. Ja, dus dat verandert niet? Nee. Kan natuurlijk ook worden gezegd van die toeslagenaffaire dat de toegang tot het recht, de rechtsbescherming van de belastingbetaler, gefaald heeft. Nee, uiteraard. Op allerlei mogelijke manieren. En juist, en eigenlijk dubbel, want de mensen die het betrof, waren vaak ook niet in de gelegenheid om, om gebruik te maken van die rechtsbescherming. En dan hebben we ook nog eens een keer een soort parallel traject, dat de tarieven voor die rechtsbescherming nog een keer omhoog gingen. Dus dat is aan alle kanten zo misgelopen. Het is verschrikkelijk.
Hoe zien we de conclusies van de PVDD terug in het verkiezingsakkoord? Of in het verkiezingsprogramma? Nou, voor een deel dat we zeggen inderdaad, het inkomen moet dermate goed zijn dat je het toeslagenstelsel eigenlijk niet nodig hebt. We zien het terugkomen in de verlaging inderdaad van die eerste schijf. Maar wat betreft die bescherming van de burger, wat zijn de voorstellen van de partij om te zorgen dat dat beter geborgd wordt in de toekomst? Nou kijk, dat was eigenlijk een separaat traject in hoe de toegang daartoe wordt gegeven. In de wet die daartoe behandeld is in de Kamer. En ook dat de rechtsbeschermings, de toegang daartoe verbeterd werd. Daar stemmen wij voor. En het beginsel dat rechtsbescherming belangrijk is, ja, dat zit zo verankerd in bijna elk onderdeel van ons verkiezingsprogramma. Ja. Toch die rechtsbescherming, die heeft dus gefaald. Heeft de partij concreet plannen om die rechtsbescherming, die er wel is, maar lastig in gang te krijgen, moeilijk toegankelijk voor de burger, om dat te verbeteren? Nou, wat de Partij voor Dieren bij uitstek natuurlijk de partij is, die rechtsbescherming, die persoonlijke bescherming ook van de levenssfeer, dat zit doordesend in alle punten. Of het nou gaat over de rechtsbescherming van mensen of van dieren. Dus u zegt eigenlijk, generiek gezien zijn wij voor betere rechtsbescherming van de burger. En dus automatisch ook moet dat verbeteren op het gebied van fiscale zaken. Uiteraard. Maar concreet zijn daar geen plannen voor om het specifiek voor die belastingbetaler makkelijker toegankelijk te maken? Nou, daarvoor zijn we heel blij met de Bond van Belastingbetalers, uiteraard. Die daar ons misschien nog een keer op moeten wijzen. Dan box 3. Dat is natuurlijk eigenlijk een doorn in het oog van vrijwel alle politieke partijen. Er wordt verondersteld dat je een bepaald rendement haalt, maar dat is in de praktijk eigenlijk niet meer mogelijk. Zeker niet zonder grote risico's te nemen als belegger. Hoe kijkt de PVVD daaraan? Nou, box 3, de vermogensbox, gaat van 1,5%, dat is een onderling, naar 3%. Dus dat is een verhoging. En dat is ons standpunt. Maar gaat het om het daadwerkelijk behaalde rendement? Dat rendement, dat wordt niet altijd behaald, maar dat is dan maar zo? Dat laatste, want het is een fictief rendement, zoals je weet. En dat verhogen we dus van 1,5% naar 3%. Maar is dat niet heel onrechtvaardig als het fictief is? Ja, weet je, kijk, er zijn natuurlijk, dat is een filosofische vraag, bijna. Aan de ene kant kun je zeggen, ja, dat is onrechtvaardig. Aan de andere kant kun je zeggen, het maakt het systeem natuurlijk wel een stuk eenvoudiger. En dat maakt het minder gevoelig voor allerlei misstanden. En daar komt bij dat natuurlijk rendementen vaak ook hoger geweest zijn. Dus of het nu... Ik geef je wel mee, het nodigt nu wel uit tot speculatie. Omdat je, als je niks doet, gaat je vermogen eigenlijk achteruit. Dus daarmee zegt de partij eigenlijk van, nou, we vinden het wel een probleem dat het kan leiden tot speculatie. Mensen zoeken hoger rendement en dat kan bellen blazen in de economie. Maar desondanks blijven we bij die 3%. Nou, er zit ook een geweldige voet bij, die vrijstelling. En de hogere vermogens. Op zich vinden wij dat niet problematisch dat die wat meer belast worden. Maar dat is een vermogensbelasting en niet een rendementsbelasting op vermogens. Is de partij dan ook voor echte vermogensbelasting, ongeacht welk rendement je daarop haalt? Ook daarvoor gaat, dat moet ik even nakijken. Oké, ja, want... Dat wil ik best even bestuderen en daarover doen. Plannen van de Partij voor de Dieren, de vermogensbelasting wordt verhoogd van 1,5% naar 3% voor de hoogste schijf. Ja. Van de bestaande vermogensbelasting. Ja. Dat betekent dat voor vermogens van meer dan 1 miljoen euro dus belasting moet worden betaald, meer belasting. Ja. Dat is een progressief systeem, in zekere zin. In deze wel. Ja, maar wat die rendementsheffing betreft, wordt het eigenlijk alleen maar erger in die zin. Het rendement op dat vermogen, dat... Ja, ik snap wat je zegt, ja. En volgens mij zeggen wij daar niks over. Oké, laten we hem hierbij. Ja.
Partij voor de Dieren heeft natuurlijk nog allerlei andere vormen van belasting in gedachten die wat afwijken van de andere partijen. Bijvoorbeeld wat betreft de voeding. Voeding moet, de wijze waarop dat geproduceerd wordt, belast worden. Wat zijn daarin de belangrijkste punten? Nou, een van de belangrijkste zaken is dat we een radicale vergroening van het belastingssysteem voor ons zien. Daar past in dat dingen die gezond zijn en goed zijn, ook voor de planeet, minder belast worden. En zaken die schadelijker zijn voor de planeet, meer belast worden. En dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het belasten van dierlijke eiwitten. Op welke wijze gaan we dieren? Nou, dat hebben we vormgegeven door een zogeheten slachtentax, waarbij we het slachten van dieren belasten. Vroeg in de keten, dus op het moment dat een dier onttrokken wordt aan de veestapel om met het doel geslacht te worden. Op dat moment heeft de vervuiling en ook plaatsgevonden. Dus dat is ook het moment om af te rekenen. Kort in de productieketen, kostprijsverhogende belasting. Zodat er een aantal effecten kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld substitutie, dat men overstapt naar plantaardige eiwitten. Of een verhoging van de prijs, dat kan natuurlijk. Ja, of minder winst voor in de keten. Dus dat is een concreet voorbeeld. Ander voorbeeld is natuurlijk het verlagen weer van de belasting op groente en fruit. En het verhogen van belasting op dierlijke producten. Wat betekent dat voor de simpele belastingbetaler? Nou, dat, laten we zeggen, die heffing vroeg in de keten, dat kan van alles betekenen. Want het wordt natuurlijk doorgerekend naar de gewone man. Nou, wat je ziet in Engeland met de suikertax, daar zie je dat fabrikanten heel snel zijn in het substitueren van andere zoetmakers, waardoor de prijzen niet verhoogd. Maar het suikergebruik wel daalt. En dat is natuurlijk een van de effecten die kan optreden. Maar heeft de Partij voor de Dieren doorgerekend wat het dus betekent voor de portemonnee als deze belastingen worden ingevoerd? Nou, dat wat we door hebben gerekend is wat zijn nou de... En dat vinden we eigenlijk, om eerlijk te zijn, in dit stadium veel belangrijker. Wat zijn nou de externe kosten van onze vleesconsumptie die nu worden afgewenteld eigenlijk op alles en iedereen... Behalve in de prijs van vlees. En dat is ruwweg berekend op 2 miljard externe kosten. En dat wordt gewoon afgewenteld. Voor een deel ook bijvoorbeeld op het buitenland. Hoe we de beesten voeden met sojaschroot uit de oerwouden. Die kosten, 2 miljard, die prijzen we in. En maar... eigenlijk, zeg maar, in ons voorstel beginnen we daarmee met... Een 10% van de externe kosten die nu niet betaald worden. En dat kan toch niet anders dan heel redelijk. Nee, ik snap het mee. En hoe dat doorwerkt in de keten, ja, dat, daarvan zegt de Partij voor de Dieren, dat is weer aan de keten. Nogmaals, je hebt eigenlijk een paar mogelijkheden. Of de prijzen gaan omhoog, maar dat hebben we niet berekend. Dat is ook lastig te berekenen, want je weet niet wat het substitutie-effect is. Wat je wel ongeveer weet, is dat... Dat er een bepaalde prijselasticiteit is. Dus er zijn allerlei, het zal ongetwijfeld te berekenen zijn. Maar uiteindelijk gaat natuurlijk de burger in zijn portemonnee merken dat bepaalde voeding duurder wordt. En zijn besteedbaar inkomen aan andere dingen wordt door die belasting dus lager. Het zou kunnen. Kijk, wij hopen dat de burger vooral merkt dat hij gezonder gaat eten. Omdat er een substitutie plaatsvindt. En dat op een andere manier weer in zijn portemonnee merkt. Bijvoorbeeld dat hij gezonder leeft. Er is ook nog een ander voorstel. De BTW op waardevolle productie en diensten moet worden afgeschaft. Hoe moet ik dat vertalen naar de belastingbetalende burger? Nou, dat je bijvoorbeeld op belasting op reparaties... kijk, het is eigenlijk heel raar als je erover nadenkt... dat het laatste wat een ondernemer nu eigenlijk doet en wil... dat is iemand aannemen. En dat is zo duur, dat is bijna het laatste wat hij doet. En dan begint hij eerst ook nogal met het liefst met flexcontracten. Dus omdat arbeid zo duur geworden is, creëren we een hele fragiele samenleving. Met steeds meer flexcontracten, hele duur arbeid. En nogmaals, het is heel raar dat een ondernemer als een van de laatste dingen iemand aan wil nemen. Dus door de kost van arbeid te verlagen, waardoor je ook diensten veel goedkoper maakt... Maar de belasting op bijvoorbeeld vervuiling of grondstoffen te verhogen, krijg je een soort verschuiving, waardoor die dienstensector veel meer tot bloei kan komen.
En dat producten ook langer meegaan in hun bestaanscyclus. Uiteraard, want daar zullen we natuurlijk wel naartoe moeten. Partij van de Dieren, hoe staat die tegenover een basisinkomen? Heel positief. Heel positief. Dat is natuurlijk een gedachte die al decennia lang rondzweeft. En zijn we nou eigenlijk niet rijk genoeg om iedereen van een bestaanszekerheid bodem te voorzien? En Partij voor Dieren is daar vanaf het begin af aan een voorstander van. En het is gewoon zoeken naar hoe kunnen we dat nou implementeren. Maar dat is dan toch eigenlijk een soort van toeslag? Ja, dat mag je best een toeslag noemen. Dat maakt me niet uit hoe je dat noemt. Maar waar het om gaat is dat je een bodem van bestaanszekerheid neemt. En je versterkt natuurlijk ook de onderhandelingspositie van de factor arbeid. En dat is echt nodig. Je mag het wat mij betreft een toeslag noemen. Of Hoe ziet dat er dan fiscaal uit voor de burger? Nou, je kan het op een aantal manieren doen. Je kan natuurlijk kijk, het begrip basisinkomen kent een soort cyclus van gaan en komen, van belangstelling en ook de... Een van de vormen die je nu aanspreekt is dat je een soort negatieve inkomstenbelasting doet. Waarbij boven een bepaalde, onder een bepaalde grens je een teruggave krijgt van de belasting. Dus dan krijg je in die zin krijg je een basisinkomen. Dat is op dit moment denkrichting van de partijen? Want op die manier... Nee, dat zijn denkrichtingen die dwarrelen door het domein basisinkomen. En het is echt een zoektocht om dat te realiseren. Je hebt natuurlijk... laat me zitten. Nee, verwacht de partij dat eigenlijk in de komende coalitieperiode te kunnen realiseren? In de komende kabinetsperiode? Nou, mochten ze... Wij zijn voor een hele grootschalige test met een basisinkomen. Ik denk dat als er een moment is in de komende periode... een test mee te doen, dan ligt dat eigenlijk wel voor de hand. Omdat we natuurlijk post-corona weer een hele nieuwe economische situatie hebben. Waarin misschien wel een basisinkomen een hele grote rol kan spelen om het inkomen en de inkomenszekerheid voor mensen. En ook die onderhandelingspositie van de factor arbeid stabiel te houden. Dus ik denk dat die tijd juist in de post-corona... Een goede tijd is. Maar dan toch wel via die belastingdienst, via dat belastingbetalen, dan wel via teruggaven, dus via die negatieve inkomstenbelasting. Wel via dat systeem. Nou, ik vind het in dit stadium niet verstandig om je al vast te leggen op systemen. We zijn daar natuurlijk in Nederland, dankzij wat we nu weten van de toeslagenaffaire, niet al te best in. Dus dan moet je echt wel heel goed over nadenken hoe je dat wil implementeren. Ben ik toch benieuwd welke politieke partners u daar op dit moment voor ziet in de Kamer? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld een SP of een GroenLinks. Maar als een VVD goed nadenkt, zou een VVD daar ook niet onwelwillig tegenover moeten staan. Zelfs een VVD, denk ik, zou de voordelen van een basisinkomen in een nieuwe economie, die echt radicaal moet vergroenen. We moeten er komen, dat moeten we niet vergeten in dit hele verkiezingsgeweld. En de komende 10 jaar moeten wij dingen doen die we nog nooit eerder gedaan hebben. En dat is bijvoorbeeld ons energiesysteem en ons hele dierlijk eiwitsysteem veranderen om beneden die 1,5 graden temperatuurstijging te blijven. Dus dat vereist een geweldige inspanning, vergelijkbaar met een man op de maan project. En dat betekent dat we niet weg moeten kijken. Of moeten wegblijven bij radicale oplossingen. Maar dit begrijp ik. Maar hoe vertaalt zich dat nou naar die concrete belastingaangifte elk jaar die de burger moet doen? Nou ja, dat je bijvoorbeeld inderdaad kijkt van je hebt gewoon een bepaald inkomen wat vaststaat en wat ook niet belast wordt. En als je daar onder een bepaalde inkomensgrens zit, heb je een negatieve inkomstenbelasting. En zit je erboven, moet je betalen. Dus het is wel degelijk. En er zijn natuurlijk ook die bouwstenen voor een nieuw fiscaal systeem. Die gaan al rond. De Belastingdienst en Financiën is daar al mee bezig. Dus daar ligt al een heel pakket van maatregelen. Waarin partijen ook hun input hebben gegeven. De Partij van Dieren heeft dat ook gedaan. Dus daar ligt al een heel fiscaal pakket van maatregelen. En een vorm van basisinkomen zit daarbij. Dan wordt natuurlijk toch gekeken naar wat er na belasting betalen overblijft voor besteedbaar inkomen. Dat zou ook gedrukt kunnen worden door bijvoorbeeld een kilometerheffing. Kilometerheffing
is een belasting. Hoe moet die eruit gaan zien? Nou, kijk, ik moet even terug naar de essentie, hè, want voordat je weet, als je dat te verengt, dan zit je van, oh, we zitten heffing op heffing en we gaan alles belasten en er blijft niks over. Waar het om gaat, is dat we die omslag maken naar zaken die vervuilen, belasten, en zaken die niet vervuilen, niet belasten. Dat betekent dat je bijvoorbeeld een heffing voor vervoer, voor vervuilend vervoer, moet je eigenlijk niet erg vinden. Omdat daar tegenover staat een mindere belasting van vervoer wat minder belastend is. Openbaar vervoer, elektrisch rijden, et cetera. Dus dat moet je, dus voordat we nu allemaal het idee van je wilt alleen maar heffen, heffen, heffen. Nee, je wilt zorgen dat dat het gedrag wat zit bij belastende vervoersmiddelen, dat belast wordt. Ja, belasting heffen als middel en niet als doel. Uiteraard, ja. Uiteraard. Maar ik kan me toch voorstellen dat de burger zal zeggen, ja, ik heb geen keus, ik moet wel een auto gebruiken of ik moet een bepaalde mate van vlees eten of groente of ik whatever. Ik moet een bepaalde mate van nou ja, eten. Bepaalde mate. Okay. Kortom, kan hij voorkomen dat hij die belasting betaalt en zo niet, kan hij dan ergens een beklag doen? Nou, dat maakt natuurlijk deel uit van die omslag. Want als je nu ziet dat je 10 jaar lang, 10 jaar Rutte, 10 jaar lang asfalt aanleggen, 10 jaar lang het openbaar vervoer afknijpen, 10 jaar lang wijken aanleggen met beperkt ontsluitingsmiddelen en zeker niet met openbaar vervoer, ja, dan heb je natuurlijk nu wel een probleem. Dus je moet wel even uitzoomen en kijken wat je allemaal moet doen aan je infrastructuur. En dan is het inderdaad zo dat, en daar moet je ook rekening mee hebben, houden, dat als je een infrastructuur bouwt die alleen maar gericht is op autorijden en je de infrastructuur openbaar vervoer of duurzaam autorijden, autodelen, et cetera, niet geregeld hebt, ja, daar zit natuurlijk een imbalans in. Maar die verschuiving moet je zo snel mogelijk maken. Dus je moet een oog hebben voor de burger die zegt, ja, ik kan niet anders, natuurlijk, eens. Maar dat die burger niet anders kan, is niet omdat die burger als individu, laten we zeggen, die de verkeerde keuze maakt. Nee, dat is omdat we met z'n allen, zeg maar, dankzij, nou ja, 10 jaar, 15 jaar, noem maar op, een kant op zijn gegaan die verkeerd blijkt te zijn en ook niet houdbaar is. Dus als je naar die kant gaat, heeft die burger ook weer meer keuze. Ja, en dat is de uitdaging. En dan kan die keuzes maken die hem minder belasting laten betalen. Ja, precies. Dat is toch, in die zin is belasting natuurlijk wel een instrument en een middel om het gedrag te kantelen. En het is geen doel. Als het dus aan de Partij van de Dieren ligt, worden de vervuilende zaken het meest belast, logisch in die denkrichting. En als de burger dan, omdat hij geen alternatieven heeft, daar dan tijdelijk veel belasting voor moet betalen, totdat die alternatieven er zijn, dan is dat maar zo. Nou, ik vind dat je als overheid, de Partij voor de Dieren vindt ook dat je als overheid natuurlijk de taak hebt om een infrastructuur aan te leggen die, dat goede gedrag bevordert. Maar die is en, dat, dus... en dat gebeurt gewoon niet. Zolang er geen alternatieven zijn voor de burger, wordt hij dus gedwongen om die belastingen te betalen, ook al zou hij anders willen. Ja, met andere woorden, je moet zorgen dat die alternatieven er wel zijn. Maar zolang die er niet zijn, wordt hij dus wel belast, terwijl hij geen keus heeft. Ik weet niet wat je hiermee probeert te zeggen. Nou, dat misschien... Je bevestigt hiermee eigenlijk, en daar geef ik je groot gelijk in, dat het echt heel onverstandig geweest is om die hele vreemde, rare, vervuilende infrastructuur zo op te bouwen. Dat ben ik met je eens. Je zou het ook om kunnen draaien. We moeten eerst die alternatieven hebben voordat we deze belastingen gaan invoeren. Nou, ik vermoed dat het niet zo'n scherpe of-of is. Ik denk dat je echt beide moet doen. Een andere... Ik vind het wel grappig dat je dat benoemt. Want dat krijgen we als Partij voor de Dieren natuurlijk vaker, ook met bijvoorbeeld met onze klimaatwet 1.5, te horen. Van ja, jullie zijn zo radicaal. En dat is eigenlijk heel raar. Want het feit dat je nu drastische maatregelen moet nemen, komt omdat we natuurlijk decennia lang met... Nou, ga maar door, maar ik kan hem nog een keer stellen. Ja. Partij van Dieren staat op het standpunt dat die belastingen dus moeten worden ingevoerd.
Ook al zijn de alternatieven nog niet volledig aanwezig. En dat betekent dus dat de burger in elk geval voor een periode belast wordt met extra belastingen. Lager besteedbaar inkomen heeft daardoor. Totdat die alternatieven goed ontwikkeld zijn. Nou, ik denk dat je met alle respect hier een denkfout maakt. Want de burger wordt natuurlijk al enorm belast met al zijn, met hoe we nu het ingericht hebben. Dus het lijkt dat we dan bijvoorbeeld autorijden heel goedkoop gemaakt hebben. Maar de kosten van de gezondheidszorg of de kosten van levensvreugde, als je kijkt naar de herrie waar we in zitten. Hè, met bijvoorbeeld luchtvaart of Tata Steel of noem maar op. Die kosten zijn al astronomisch hoog voor de burger. Dus die externe kosten, die drukken nu al grosso modo op de burger. Wat wel zo is, dat hij voelt het misschien niet direct in zijn portemonnee. Maar hij merkt het wel in hoeveel die in de file staat en hoeveel die kwijt is aan gezondheidskosten, et cetera. Dus het gaat om die verschuiving van kosten. En natuurlijk moet op hetzelfde moment beide dingen moeten gebeuren. Afgezien van het feit dat natuurlijk de burger zwaarder belast gaat worden voor vervuilend gedrag, terwijl er nog geen alternatieven zijn. Er zijn ook pogingen gedaan om een vliegbelasting in te heffen en die is mislukt. Dus waarom zou het nu wel lukken? Nou, ik wil eerst even rechtzetten dat er geen alternatieven zijn voor de burger. De burger heeft natuurlijk nu voluit alternatieven om gezond te leven, zich anders te verplaatsen. Dus dat er geen alternatieven zijn, ik denk dat dat niet zo is. Maar terug naar je vraag. Kijk, de luchtvaart heeft ons geweldige dingen gebracht. En de manier waarop dat georganiseerd is in de jaren 50, 60, is een heel mooi voorbeeld van een hele goede technische innovatie. Maar wat je ook ziet, dankzij die bijvoorbeeld de liberalisatie van het luchtruim, is dat dat volledig ontspoord is. Het is echt het voorbeeld van een sector die een race naar de bodem gelopen heeft. En we zijn echt op die bodem aangekomen, waarbij je inderdaad heel fijn, korte termijn, voor 15 euro of 25 euro naar Barcelona vindt. Maar dat is volstrekt niet houdbaar. Dus ook luchtvaart moet weer binnen de grenzen van leefbaarheid en veiligheid. En nieuw is eigenlijk klimaat worden gebracht. En daar hoort een omvang van de luchtvaart bij, van ongeveer 300.000 vliegtuigbewegingen in Nederland. Als je kijkt fair share naar rato, de bijdrage van de luchtvaartsector, kom je op dat soort aantallen uit, of vertaald naar een CO2-budget. Dat is eigenlijk dat zal de nieuwe currency worden, hoeveel CO2 wordt er uitgestoten. Dan geldt voor de luchtvaartsector voor 2030 ongeveer een budget van 2,5 megaton. En dat is de gen. En daarbinnen heeft luchtvaart een legitieme plek. En wat er voor prijsmechanismen bij horen, ja, dat zal voor een deel natuurlijk bepaald worden door vraag, aanbod, economische wetten. Maar die 2,5 megaton, dat is een vrij harde grens. De sector zelf vindt zichzelf slim en duurzaam, zo heet hun programma, 2030, 12 megaton uitstoten. Dat is absurd. Ja. Fair share naar rato, 2,5. Dus daar hoort ook een beprijzing bij, die fair share naar rato hoort bij de mate van vervuiling. Ik heb de indruk dat de partij toch vooral probeert belasting te heffen op consumptie, op vervuiling en voor een gedeelte ook op hogere vermogens. Als we nou een indeling moeten maken tussen laagste inkomensgroepen, middeninkomens en hoogste, waar komt dan, als het voor de partij aankomt, het meeste voordeel te liggen, middels toeslagen of een basisinkomen? En welke groepen gaan nou toch het meeste last daarvan krijgen? Die consumerende middenklasse? Ik denk dat je het echt anders moet bekijken. Want je hebt de groepen, je noemt dat last van krijgen. Het is minder. Dit is wat meer en dit wordt wat minder. Het is eigenlijk heel raar dat zeker in de lagere inkomensgroepen het meer voor de hand ligt om bijvoorbeeld ongezonde voedsel te kopen. Als je er even bij stilstaat, dat is bizar. En dat ga je oplossen door dat type verschuiving wat wij voorstaan. En daar moet je op richten. Maar die en consumeren, gaat... kijk, consumeren heeft een zoals jij het beschrijft, de consumerende middengroep. Kijk, consumeren is op zich niet zoveel mis mee. We doen niks anders dan sinds het begin der tijden consumerende.
Maar de manier waarop wij aan het consumeren zijn geslagen, is volstrekt niet houdbaar. Dus dat zal veranderen. En de uitdaging is natuurlijk ook om in te zien dat het eigenlijk heel fijn is om minder te consumeren. Maar die vervuilende consumptie zit toch vooral bij de lagere inkomens. De hogere kunnen een elektrische auto betalen, kunnen zeggen van ik koop biologisch geproduceerd vlees, kunnen die goedkope voeding die vaak vervuilend is vermijden. Daarmee, als je op die manier gaat heffen, ga je wel de lagere inkomens wat meer laten belasten dan de hogere. Ja, en ik denk dat daar dus ook zeg maar de denkfout zit, als ik zo vrij mag zijn. Of het telegraafframe wat je daar dan doorheen hoort. Of misschien 15 jaar Rutte doorheen hoort. Want het klopt inderdaad. En dat is dus belachelijk. Dat is dus belachelijk. Dat als je vervuiling gaat belasten, dat lagere inkomens daar meer last van hebben. Dat is bizar. Dus dat moet je juist kantelen. Juist kantelen. Inderdaad elektrisch rijden veel goedkoper maken. Fruit veel goedkoper maken. Vleesvervangers veel goedkoper maken. Zodat ook lage inkomens daar veel meer van profiteren. Dus het frame waarin je dat neerzet geeft aan hoe bizar dat is. Dus als, laten we zeggen, gezond worden en gezondere levensstijl ten nadeel is van lage inkomensgroepen, als dat het gevolg is, dan weet je zeker dat je echt iets gigantisch fout doet. En dat is ook zo. Laat ik hem afsluiten. Moeten we niet eerst de wereld veranderen en dan dit belastingssysteem invoeren? Nou, het belastingssysteem veranderen is de wereld veranderen. De partij krijgt genoeg stemmen. U wordt minister van Financiën. Wat is het eerste wat u gaat doen? De veestapel krimpen. Tweede? Ik denk inderdaad precies dat frame proberen te adresseren. Dat vervuilen eigenlijk... Laat ik het omdraaien. Dus dat het nu zo is dat lage inkomensgroepen last krijgen als we gaan vergroenen. En dat kan niet waar zijn. En het derde? We hebben de veestapel. Nou, kijk... Ik zei het net al, de nieuwe eenheid, rekeneenheid, is eigenlijk CO2-uitstoot. En wat iedere econoom ons vertelt, en wat ook de klimaatwetenschappers ons vertellen, CO2 wordt CO2-equivalenten, dat is de grote uitdaging van de komende 10 jaar. Dus een uniforme CO2-heffing over alle sectoren is nodig om die radicale omslag te maken. Dus dat zal het derde zijn. Krijgen de belastingbetalers tot slot een bedankbriefje voor de belasting die ze betalen? Altijd, hè? Elke dag weer. Partij voor de Dieren. Partij voor de Dieren wil dus een ander belastingssysteem. Belangrijkste is natuurlijk dat het aantrekkelijk wordt voor die grote middenklasse. Ja, eens. Hoe ga ik dat als betalende burger uit de middenklasse merken dat het voor mij aantrekkelijk wordt om in dat systeem mee te gaan? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig in essentie. Namelijk, je moet de gezonde producten en minder vervuilende producten echt goedkoper maken. Door die kostprijsverhogende belasting wel bij vervuilende producten doen, en bij andere producten niet. Je kan schuiven met de BTW. En dat is eigenlijk de manier waarop die omslag plaats kan vinden. Heel concreet. Zijn er beslissingen waarvan u zegt dat heeft het kabinet in de afgelopen periodes... verkeerd gedaan, die hebben juist die tegengestelde beweging op gang gebracht? Nou, wat het kabinet echt stelselmatig doet, is het verkeerde in stand houden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de energiebelasting, dat is een degressief stelsel. Dus hoe meer energie je verbruikt, hoe relatief minder je belasting betaalt. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Dat was ooit een heel goed idee om de industrie te stimuleren in een opbouwfase. Nou, daar zitten we nu al lang niet meer. Dus dat degressieve stelsel van energiebelastingen moet worden omgebouwd naar een progressief stelsel. En dat heeft deze regering echt nagelaten. Een andere gaat ook weer over de energiebelasting. Wat ze hebben nagelaten is, het is nu een soort outputbelasting op de energieheffing. Maar je moet eigenlijk kijken, hoe wordt energie opgewekt? En naarmate de manier van vervuilen, de opwekking vervuilender is, zou je eigenlijk meer belasting moeten betalen. En dat hebben ze ook nagelaten. Dus het is met name het in stand houden van systemen die in het voordeel zijn van vervuiling, wat het kabinet Rutte verkeerd gedaan heeft.
En daar moet je dus de verandering zien. En hoe gaan we dan de gewone betalende burger uit die middenklasse die u probeert mee te krijgen, hoe gaan we die er dan voor laten zorgen, naast het aanbieden van die alternatieven, dat die inderdaad meegaat in dat belastingssysteem, dat het hem niet ten koste van zijn portemonnee gaat? Nou, ik denk dat als je het dan hebt over die grote groep middenklasse, die wil gewoon ook het beste doen en het juiste doen voor de kinderen. En dat zit hem echt in de beprijzing. En zo gaat die middengroep dat merken. Als jij boodschappen gaat doen bij een supermarkt die vervuilende producten aanbiedt, zul jij merken dat die prijzen echt, een kilo knallen, dat bestaat niet meer. Dus de kilo knallen wordt de fruit knallen of wordt de vleesvervanger knallen. En dan ga je naar die supermarkt en zo ga je dat merken. Helder. Excuus. Samengevat wil eigenlijk het systeem dat de keten wordt belast, het liefst al aan het begin, waardoor de druk om meer belasting te betalen bij de keten ligt en niet bij de burger die als eindpunt van die keten het product of de dienst koopt. Ja. Maar uiteindelijk druppelen die belastingen natuurlijk wel verhogen door tot degene die als laatste dit product of die dienst koopt. Ja, dat zou kunnen. Het zou ook kunnen dat er een substitutie plaatsvindt, hè, wat we in Engeland gezien hebben bij de suikerbelasting, waardoor het product gewoon, de hele keten gewoon gezonder wordt. En dat is natuurlijk prima. Ja, dus over de rug van de belastingbetaler hoopt u dat het systeem eigenlijk verbetert? Nou, ik vind dat een hele onprettige beeld over de rug van de belastingbetaler. Ik denk dat de basis van de belastingen, waarover de trotse belastingbetaler wandelt, dat die verandert. Ja. Via het belastingssysteem veranderingen in de samenleving bewerkstelligen, maar dat betekent dat in de keten de ondernemers ook een verantwoordelijkheid hebben. Zeker, zeker. Maar ik zou willen zeggen dat die verantwoordelijkheid niet anders is dan de verantwoordelijkheid die jij hebt of ik heb of wij allemaal hebben om het juist te doen, om het goede te doen. Maar daarin is essentieel dat er een belastingstelsel, een fiscaal systeem is wat vervuiling belast, grondstoffen belast, slechte consumptie belast, ongezonde producten belast en het goede, dus gezonde producten, veel minder belast of arbeid veel minder belast. En dan zul je ook zien dat die ondernemer, want dat is zijn aard, die zal de kansen zien en grijpen om daarop te acteren. Ik zou het niet willen, in het huidige belastingssysteem, heeft de ondernemer daarvoor gewoon te weinig impulsen om dat te doen. En dat kun je ook niet van hem verwachten. Net zo goed als je dat eigenlijk niet van de consument kan verwachten, die maar constant, ook al heeft hij het geld er niet voor, toch die gezonde producten doet. Dus dat fiscale systeem is uitermate belangrijk om die verandering te bewerkstelligen. Dat betekent dus dat via het fiscale systeem ook de belastingbetalende burger die goedwillend is in zijn consumptie, dat die ondersteund zou moeten worden? Uiteraard. Dus het fiscale systeem moet meewerken. En daarom zijn belastingen, fiscale, belastingen hebben een slechte naam eigenlijk. Maar het fiscale systeem als geheel is een fantastisch instrument om een samenleving in te richten. En ook dus beter en anders in te richten. Dus kan ik als burger beter ga consumeren, steun verwachten of lage belastingen of zelfs met toeslagen? Ja, uiteraard.